En welkom terug bij Affiche. We hadden het beloofd, Bram van Bram en Lennart, die zou nog langskomen. En wat heeft hij meegebracht? Tada, groot nieuws. Heel groot nieuws. Heel groot nieuws. Dat is voor straks, hè? Ja. Ja, ik ga eerst vragen, en dat is de beleefdheid natuurlijk. Hoe is het met jou persoonlijk? Met mij persoonlijk gaat het eigenlijk heel goed. Ja, mag niet klagen. Nee. Een fantastisch jaar achter de rug. Heel veel leuke optredens gedaan. Super toffe zomer gehad. Ja. Ik heb ondertussen Helmut Lottigo's Metal erbij gedaan. Heel veel shows met Niels de Stadsbader. Maar ook met Bram en Lennart geweldige optredens gedaan. Een beetje lastig om te combineren met een privéleven, of gaat het nog? Nee, dat gaat. Ja. Ik ben 5 jaar in loopbaanonderbreking. Ja. Dus, want je was verpleger, dacht ik, hè? Nee, ik was een muziektherapeut. Dus muziektherapeut? Ik gaf muziektherapie in een dagcentrum voor mentale beperking. Ja. In Zonnestraal in Lennep. Ja. En dat heb ik nu even on hold gezet, omdat het wel heel druk is met optreden, muziek schrijven, produceren, eigenlijk alles. Wellicht een moeilijke keuze geweest, maar nu geeft het toch ook weer een voldoening om... Ja, dat was niet evident, maar ik probeer wel nog veel langs te gaan. Ik ga ongeveer om de 2 maanden ga ik nog eens een dag gewoon een meedraaien. En zo, omdat ik het plezant vind. Ja. En als er evenementen zijn, ga ik ook altijd wel langs. Ja. Als het zo druk is, zit je dan aan je hoogtepunt al? Nee, voor mij is de sky the limit. Dus ik denk dat we echt wel... Ik heb het gevoel dat het hoogtepunt volgend jaar gaat komen. Ja? Wat staat er op het programma? Ik mag nu bijna zeggen volgend jaar, want we zijn maar een paar weken ervan vandaan. Wat staat er op het programma? Ja, eerst gaan we nu nog onze kerstshow doen. Dus de eerste kerstshow is uitverkocht. En dan we doen nog een tweede. Ja. Op donderdag 21 december. Ja. Dus mensen die daar naartoe willen komen, wees welkom. Omdat onze eerste zo snel uitverkocht was... Heb je er nog een tweede cadeautje onder de boom gegooid? Waarbij we de volledige opbrengst aan Kick Cancer, kinderkankerfonds, willen schenken. Dus het wordt ook een symbolische kerst op die manier. Ja, ik vind dat we zijn dit jaar toch wel geconfronteerd in onze dichte kring met een aantal mensen die hun kinderen... kanker hebben gekregen. Ik heb zelf ook 2 kinderen. Lennart heeft 3 kinderen. Ja. Dus dat is wel iets wat ons enorm geraakt heeft. Dan word je bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Ja, en daarom willen we nu ook wel toch wel echt iets terug doen. Ja. Maar dat zijn jullie ook wel, denk ik. Hè. Dat komt echt uit het hart. Dat is geen marketingstunt. Hè. Nee, dat voel je dat. Nee. Dat is, ik denk dat je dat pas ook snapt als je zelf kleine kinderen hebt en als je dan de mensen rondom je ziet die plots in een totaal ander leven stappen. Ja. En dan ben je gelukkig dat je proactief andere dingen kunt doen voor hen. Absoluut. Maar je hebt natuurlijk nog groot nieuws, want daarvoor hebben we jou gevraagd. Volgend jaar wordt het een druk jaar, heb je al gezegd. Maar tada, zeg het nu maar. Ja. Wat gaan Bram en Lennart doen? Ja, wij mogen optreden op het Schlagerfestival. Wow. In Hasselt. Ja, absoluut. Ja, en kijk, de visual staat er al. Het is een beetje flower power. Ja, maar dat zijn we wel een beetje. Nino is het altijd flower power. Jullie zetten graag de bloemetjes buiten. Ja, uiteraard. En wij komen uit een carnavalstad, dus wij zien dat enorm zitten. Dat thema zit goed, maar het is de eerste keer dat jullie langs gaan bij het Schlagerfestival. We hebben afgelopen zomer op de zomereditie gespeeld in Middelkerken. Ja. En dat was blijkbaar voor de organisatie zodanig goed meegevallen dat ze ons om je bij de oerversie te vragen. Om in Hasselt. Afgelopen zomer was fantastisch. In Middelkerken was echt... dat is super plezant voor ons om te doen, omdat wij meestal natuurlijk met ons 2 spelen. Ja. Maar het is heel tof om een keer met de volledige band en met de. En is dat een andere sfeer ook? Is dat een ander publiek dat je bereikt? Of zitten ze in een andere mood, een andere stemming? Ik vind de sfeer wel anders, het is heel uitgelaten. Mm-hmm. Het is heel, heel vrolijk. En vooral ook, ik weet, we hebben daar een hazesmedley gedaan. En iedereen zong echt mee. Dat was fenomenaal. Ja. En breng je dan ook iets van je eigen nummers? Die je nog wat een slagersaus geeft of zoiets? Nee, eigen nummers gaan we daar niet doen. We gaan vooral nummers brengen die de mensen kunnen meezingen. Ja. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij live ook meestal wel doen. Waar wij wel garant voor staan. Dat we echt wel, wij willen vooral het publiek laten een toffe avond hebben. Een nummer spelen die iedereen kent. Die iedereen de ambiance en bijna de karaoke bijna. Absoluut, dat vinden wij het belangrijkste. Ja. En wie zijn de collega's met wie je op het podium mag staan? Want dat is echt een primeur dat we die gaan meedelen. Want die zijn nog maar net bekend van vandaag. Het zijn er, het waren al enkele bekendgemaakt. Ja, maar de laatste, De laatste, Bart Kael staat erop. Raf van Brussel weet ik. Christophe uiteraard. Lindsay is erbij. De Romeo's en Sasha. Ja.
Is het allemaal gezellig in het, in het busje, zie ik. Sammeke Goor is natuurlijk. Dus dat wordt, ik kijk er al echt enorm naar uit. Dat worden fantastische, fantastische shows, denk ik. En lange nachten misschien ook wel. Dat hoop ik toch wel. Ik ga daar toch wel van uit. Ik denk met die compagnie, we kennen de meesten natuurlijk ondertussen wel al. Ja. Denk ik dat dat heel tof gaat zijn. Het fijne is ook dat Lennart en ik ook het voorprogramma gaan doen. Ja. Dus wij gaan een half uur spelen als opwarming. Ja. En dan tijdens de show ook nog. Ja. Dus wij gaan ons wel volledig kunnen laten zien en laten horen voor ons. Dat is een unieke kans. En ik stel ook vast dat het inderdaad druk gaat worden. Want het is maar een van de vele dingen. Ze kunnen op jullie website terecht om alles meer te volgen. BramEnlennert.be BramEnlennert.be. Hoe eenvoudig kan het leven toch zijn? Absoluut. Voilà. Ja. Ik wens jou heel veel succes. En met het Schlagerfestival in elk geval. Maar ook al jullie andere projecten waarmee jullie het Vlaamse land, ik zou maar zeggen, ambiance bezorgen. Ik wou bijna zeggen onveilig maken, maar dat is het niet. Gewoon doorkruisen. Doorkruisen. Dat is een heel mooie keuze. Bedankt in elk geval. Ja, de nieuwste editie van het Schlagerfestival, de Flower Power editie, bleef je van 22 tot en met 24 maart in het Trixotheater te Hasselt. En meer info kan je terugvinden op schlagerfestival.be.